De tweede pijler onder leiderskunst wordt gevormd door Ubuntu. De levensfilosofie waar onder meer Nelson Mandela in groot is geworden. En die als credo draagt, ik ben omdat wij zijn. Het gaat dus elke keer om de wisselwerking tussen ik en wij. Stel, ik ben hier en ik geef leiding aan mijn bedrijf. En ik heb medewerkers om mij heen. Ik begin bescheiden met 3, maar ze zijn maar een modelletje voor iets. En de vraag is dan nu hoe wij elkaar gaan ontmoeten. Want hier in het midden is een leegte en ruimte om elkaar te ontmoeten. Gaan wij langs elkaar heen lopen daarin? Of gaan wij elkaar werkelijk ontmoeten? En ontstaat er iets vanuit ons samen zijn? Een besef dat wij samen een groter geheel vormen. En dat ieder van ons de schone taak heeft om daarin verantwoordelijkheid te nemen. Door de eigen kwaliteiten in te brengen. En de anderen te zien. En het grotere geheel te ervaren. En daarvoor te gaan staan. Het is dus elke keer de balans tussen ik, mag ik gezien worden in mijn eigen kwaliteiten? Mag ik de leiding nemen als ondernemer, als directeur? En ontstaat er een gezamenlijk wij, waarin ook weer ieder mens gezien wordt, maar je ook samen ergens voor staat? Gaat het alleen maar over ik en ego's, dan gaan we het niet lang volhouden samen. Gaat het alleen maar over wij en moet iedereen daaraan ten onder gaan? Als het maar wij is en kan ik als persoon niet worden gezien, dan gaat het ook niet goed met ons op lange termijn. Dus je hebt de schone taak als leidinggevende om elke keer die balans vorm te geven en vanuit alle ikken die je ter beschikking staan, een mooi wij te vormen met elkaar. En niet alleen in het bedrijf, maar ook met leveranciers. En hoe staat het in relatie tot je klanten? Hoe zit het daar? Is er een gevoel van dat je uiteindelijk ook dingen samen doet? Dat je samen ergens voor staat, samen iets creëert? En hoe zit het met mijn hele omgeving? Met alle mensen in de omgeving? Alle instituties? De grondstoffen die ik gebruik of nodig heb? En met de natuur om me heen? De omgeving als geheel. Hoe neem ik elke keer daar verantwoordelijkheid in? En hoe ben ik omdat wij zijn? Leid ik de onderneming of leidt de onderneming mij? Hoe geef ik vorm aan mijn leiderskunst?